Goedemorgen, ik ben net wakker en Dwayne die is inmiddels alweer naar zijn werk toe. En ik ga zo meteen ook opstaan, want ik moet echt heel veel dingen doen vandaag. Want ik ga deze week op persreis. 2 dagen ben ik dan weg. En dat betekent dat ik nu gewoon echt vooruit moet gaan werken. Want anders dan krijg ik het niet af wat ik af moet hebben. Ik moet allereerst een campagnevideo opnemen. Ik moet nog de video van morgen filmen. En ik moet nog schoonmaken in huis. Ik moet nog boodschappen halen, want anders heb ik gewoon niks in huis. Tenminste, nu is het huis echt zo goed als leeg. En ik wil ook gewoon nog dweilen en zo en dingen doen die ik kan doen in huis nu. Ik moet mijn koffer en zo nog inpakken. En ja, dat is het eigenlijk voor vandaag. Ik ga niet weg van huis. Ik heb geen afspraak vandaag, maar echt gewoon in huis. Ik heb straks een call en zo. Dus ik ga nu echt gewoon snel opstaan en dan lekker pannenkoeken bakken, want ik heb nog niet ontbeten. Dan douchen, mezelf klaarmaken en dan doen wat ik moet doen. Even het bed opgemaakt en iemand vroeg me laatst waar dit mintkleurige dekbed overtrek van is. En die is van Wehkamp. Ik weet alleen niet meer van welk merk, maar ik heb het gewoon via Wehkamp gekocht. Dus als je een mintkleurige dekbed ziet, zeg maar, die er zo uitziet. Het is een beetje verkreukeld trouwens, maar dan weet je dat dit hem is. Ik heb mijn make-up gedaan en mijn eyeliner is gewoon on fleek vandaag. Ik was echt een half uur bezig om hem goed te krijgen, want ik heb heel lang geen eyeliner meer aangebracht zoals ik het nu heb gedaan. Maar het is best wel goed gelukt. Het is wel echt een extreme wing vandaag. Maar hij is wel gewoon goed nu voor mijn ogen. Dus ik ben blij met mijn eyelinertje vandaag. En de rest van mijn make-up heb ik gewoon heel basic gehouden. Want ik ga straks alleen even naar de winkels. En ik ga zo meteen een video opnemen. Dus ik wil het niet all out gaan. Ik zal straks mijn outfit even laten zien in de spiegel in de slaapkamer. Ik ga nu eerst nog mijn haar krullen trouwens. Want het zit nu een beetje, ik weet niet, plat of zo. En ik wil er een beetje model in brengen door de krultang te gebruiken. En ik heb het gisteren voor het laatst gewassen trouwens. Het is nog niet heel erg vet, maar het is wel een beetje ingezakt. En ja, er zit gewoon een rare knik in omdat ik een staartje heb gedragen en zo vannacht. Dus dat is het eerste wat ik nu ga doen. Mijn haar en dan ga ik even wat eten. En dan ga ik daarna een campagnevideo opnemen. En daarna een normale video voor mijn eigen kanaal. En daarna moet ik naar de Action dingetjes halen. En daarna moet ik nog boodschappen halen. Dus het is echt een hele drukke dag. En ik heb het gevoel dat de tijd voorbij vliegt vandaag. Maar goed, ik doe gewoon mijn best om alles op tijd klaar te krijgen. En dat ik niet tot 's avonds laat nog door hoef. Dus ik ga nu beginnen met het krullen van mijn haar. Want de rest is al gedaan. En dan ja, kan ik even wat gaan eten. Dit is mijn outfit voor vandaag. Het rokje wat ik aan heb is van Forever 21. Shirtje is van River Island geloof ik. Of heb ik het nu mis? Ik denk, volgens mij is die van River Island, maar ik weet niet zeker. Maar dit soort shirts die waren echt een hele lange tijd echt overal verkrijgbaar. Bij boutiques en zo, maar ook bij River Island. Hadden ze heel veel verschillen hiervan met die tekst zo en dan zo'n lijntje eromheen. Het vest die ik aan heb is van Can't Get Fashion. Die heb ik in mijn vorige shoplog laten zien. Dat is met van die zakken hier. En ik heb dan gewoon een panty aangetrokken. Heel simpel outfitje, maar wel lekker voor thuis. En ik ga straks dus een video opnemen. Dus dan vind ik het wel lekker om iets van een vest aan te hebben. En een rokje, dat het niet te strak zit allemaal. Hierachter zie je trouwens nog de deur, de spiegeldeur die hierop moet. Zoals ik jullie al had gezegd, in mijn klassentour moet hier nog een spiegeldeur op. En die is nu eindelijk binnen. Dus die kunnen we gaan monteren. Maar dat duurt wel eventjes met Dwayne, want die is gewoon heel erg druk. Maar goed, dit is in ieder geval mijn outfit voor vandaag. Ik heb net even pannenkoeken gemaakt en die ga ik nu eten met stroop. En dit vind ik de lekkerste stroop, maar het is ook wel lekker af en toe met appelstroop. Maar vandaag heb ik hier echt zin in. Dus ik ga nu even mijn pannenkoekje fixen en dan ga ik lekker opeten. Ik ben even een boodschappenlijstje aan het maken en dat doe ik altijd in Wunderlist. En dat is zo'n app waar je zeg maar dingetjes kunt afvinken als je het hebt gehaald bijvoorbeeld. Of als je iets moet doen, een to-do-list. En Marcia van Beauty Gloss gebruikt deze ook. En sindsdien vond ik hem echt zo fijn om te gebruiken voor mijn boodschappenlijstje en zo. Dus ik ben er nu mee bezig en ik moet nog wat dingetjes erbij zetten denk ik, want volgens mij is dit niet alles wat ik nodig heb. Maar ja, dit ga ik dus nu eventjes afmaken en dan ga ik straks weer doen wat ik moet doen. Zo, het is inmiddels alweer bijna 4 uur en ik heb net even de gordijnen dicht gedaan, want ik ga een video opnemen. En ik heb hier alles al klaargezet, mijn ringlamp staat klaar, mijn statief en ik moet alleen nog mijn camera hier bovenop zetten en dan kan ik gaan beginnen. Ik ga zo meteen namelijk een What's in my makeup bag video opnemen. En ik heb hem hier al liggen, mijn make-up tasje. En ik ga alles laten zien wat hierin zit. Dus welke make-up producten ik dagelijks gebruik of als ik op reis ga. Want dit is gewoon echt een tasje die ik altijd snel in mijn tas kan stoppen, in mijn normale tas. Als ik op reis ga of als ik een dagje de deur uit moet ofzo. Dan heb ik gewoon standaard mijn favoriete make-up producten daarvoor. En het leek me leuk om die dan aan jullie te laten zien in een video. Dus ja, die video wil ik vandaag gaan opnemen voor jullie. En hij staat al online als je deze vlog bekijkt. Hij is van gisteren, dus dan kan je eventjes kijken naar de vorige video. En dan kun je zien wat hier in het make-up tasje zit. Ik ga nu snel de video opnemen, want anders dan is de dag alweer zo voorbij. En ik moet straks ook boodschappen doen en ik moet Dwayne nog ophalen van zijn werk.
Dus ik ga nu even snel een beetje verder met het inrichten van mijn setup space hier. En dan kan ik gaan filmen. Behind the scenes. Alles staat klaar. Mijn licht staat aan. Mijn camera staat aan. En die is dan zeg maar aangesloten met een stopcontact daarachter. Dus die kan gewoon continu blijven lopen. En mijn statief heb ik gewoon zo voor me neergezet dat ik gewoon goed in beeld ben. Hier ligt mijn afstandsbediening, dus ik kan straks gewoon op play drukken en dan speelt hij zelf af. Ik heb er trouwens ook mijn make-up een beetje bij gewerkt. Ik heb een nieuwe lipstick aangebracht van MAC. Het is MAC Faux. Daar heb ik een review over geschreven, dus mocht je daar benieuwd zijn, dan moet je maar eventjes klikken in de beschrijving hier beneden. En het is een super mooie neutrale kleur. Ik ben er echt heel erg blij mee, dus die heb ik maar gelijk even opgedaan. En mijn haar heb ik een beetje uitgeborsteld. En ik heb een ander vestje aangetrokken, want net had ik een zwart vest aan. Maar dat vond ik niet zo heel erg mooi op de camera, dus vandaar. Ik ga nu gewoon snel beginnen met filmen, want anders ben ik morgen nog bezig met het praten tegen de camera. En dat schiet gewoon niet op zo. Dus ik ga er klaar voor zitten. Oké, de mes die ik heb achtergelaten ga ik nu even opruimen, want ik ben klaar met filmen. Dus tijd om het weer terug te stoppen in dat tasje. Want dit is allemaal make-up die ik mee moet nemen op reis. Jawel. Oké, jullie hebben nu gelijk de inhoud al gezien. Haha. Ik ben even alle bestanden die ik net heb gefilmd zeg maar op de computer aan het zetten. En dan kan ik hem straks gaan bewerken. Maar dat duurt altijd wel eventjes. Dus ik denk dat ik nu intussen even boodschappen ga halen. Want het duurt nog 5 minuten. En 5 minuten is te lang om nu zeg maar hier te gaan blijven zitten. Dus ja, ik ga boodschappen doen. Zo, ik zit nu in de auto en ik ga even naar de Boni en naar de Action. Want ik moet voor Dwayne sokken halen. En ik moet gewoon even boodschappen doen. Maar ik zag dus net, zeg maar hier in de straat bij ons. Wow, sorry. Ik zag net hier in de straat bij ons zag ik een rijdende snackbar. En ik moest gelijk aan Monica denken. Omdat zij, ja, ze houdt gewoon wel echt van snacks. Dus van snacks van de snackbar. En toen zag ik dat ding rijden. Toen dacht ik, oké, Monica, dit moet jij gewoon echt in je straat hebben. Want dan kan je gewoon, iedere keer wanneer die langskomt, kan je gewoon eten halen bij hem. Ja, goed. Ik ga nu snel boodschappen doen en dan zien jullie mij straks weer als ik thuis ben. Want ik ga nu even racen en snel haasten. Want ik weet dat ik anders gewoon tijd tekort kom weer. Ik ben weer thuis. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik heb eten voor vanavond gehaald en eten voor morgen en zo voor Dwayne. Want ik ga morgen dus op persreis. En ik heb bij de Action wel dingetjes nog gekocht, maar daar ging ik heel snel doorheen. Want ik had alleen sokken nodig voor Dwayne en voor de rest niet zoveel. En ik ben nu eten aan het klaarmaken. Ik heb net kip gehaald, champignonnetje courgette en die knoflooksaus die ik gebruik voor die kippasta. En ik ga dat nu eerst eventjes bereiden en dan zal ik jullie straks wel het eindresultaat laten zien. Want ik heb het al volgens mij een keertje in mijn vlog laten zien hoe ik dit heb gemaakt. Alleen dan had ik pesto erbij gedaan, dus kip pesto pasta. Maar dit is dan zonder pesto, want ik heb niet zo heel erg veel zin erin. Maar het is gewoon hetzelfde, alleen dan laat je die pesto weg. Dus oké, veel te veel praten. Ik ga nu snel het eten klaarmaken, want dan kunnen we op tijd gaan eten. Want ik heb ook best wel trek nu. Dus ik ga even verder. En Dwayne zou Dwayne niet zijn als hij niet dansend voor de spiegel staat als hij thuis komt, hè? Hey, het is klaar. Ik heb er wat pijnboompitjes ook doorheen gedaan. En best wel veel saus over mijn spaghetti heen gedaan, maar dat vind ik juist lekker. Dus ja, dit ga ik nu lekker even opeten. En Dwayne die praat door mijn vlogs heen, as usual. Thank you. Oké, let's eat. Ik ben heel even bezig op de computer. Ik moet mijn video bewerken die hier zit. Die moet morgen online. En intussen ben ik nog wat mailtjes aan het beantwoorden. Want hij is nu weer aan het opslaan. En ik ben nog wat andere dingen aan het doen die ik af moet hebben. En daarna wil ik even de keuken op gaan ruimen als ik dit klaar heb. En dan ga ik daarna hopelijk, als ik nog tijd over heb, eventjes in bad. Want ik heb wel even trek, of ja, trek. Even zin om lekker eventjes te ontspannen. Even relaxed in bad. Even niks doen. Maar goed, het is even afhankelijk van de tijd. Want het is nu 8 uur. En ik denk dat ik ongeveer 9 uur wel klaar ben met alle dingetjes die ik nog moet doen. Maar goed, we zien het straks wel. Ik ga dit gewoon eerst afmaken. En dan hoop ik dat ik straks dus tijd over heb. Ik heb een nieuwe verslaving. Namelijk deze Mellers. En dit zijn karamel chocolade chews. Staat hier op karamel chocolade. En die buitenkant is dus zeg maar van zachte karamel. En die binnenkant is van chocola. En het is zo verslavend. Dit is gewoon mijn tweede rolletje vandaag. Echt heel erg slecht. Maar ja. Ik ben het bad even aan het vol laten lopen. Want ik ga daar zo meteen in. Ik heb deze voor vandaag gekozen. Dit is het konijntje van de paascollectie van Lush. En daarin zit ook al zeep. Dat is de knijpbadschaar die daar staat, die roze. Maar ik vind dat wel lekker om meer zeep erbij te doen. Dus ik ga ook hier dus bathwater erbij doen. Zo. Oké, let's go.
Oh, dit is gewoon een bruisbalm, dus die kan gewoon in het bad. Het is inmiddels 11:30 en ik lig nu heel even op de bank. Ik ben net lekker een half uurtje in bad geweest, ik heb eventjes relaxed. En ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen vandaag. Ik moet alleen nog een vlog editen en nog een klein stukje schrijven voor een campagne. En dan is het gewoon echt helemaal finito vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden, ondanks dat ik gewoon thuis ben geweest de hele dag. En ik zie jullie snel weer in mijn volgende vlog.